De SO VSO School Welgedag C heeft een integrale facelift ondergaan. De omrastering van het schoolterrein heeft een complete renovatie en verfbeurt gehad, terwijl ook de sanitaire en elektriciteitsvoorzieningen zijn aangepakt. Het instituut van de First Lady heeft een belangrijke rol vervuld in dit project. De oplevering van het geheel heeft op dinsdag 20 juni plaatsgevonden. Presidentsvrouw Melissa Santokki Sinacheri mocht ook aanwezig zijn bij dit heugelijk moment. Ik ben heel blij dat dit project uitgevoerd kan worden. Natuurlijk ook meneer Monilal, ook mijn kant ja, dank en complimenten dat u een project heeft ingediend. En dat hebben we inderdaad nodig. We zien heel veel om ons heen, maar wat maakt het verschil uit is degene die actie onderneemt. Want er zijn heel veel behoeftigen, heel veel zaken die aangepakt moeten worden en die achterstallige onderhoud, na achterstallige onderhoud, toch wel nu aangepakt moeten worden. Maar burgerparticipatie zoals deze heeft aangegeven, dat is belangrijk, want het is voor ons, het is onze eigen gemeenschap. Deze gemeenschap hier, Verlengde, Welgedag C, we moeten op elkaar letten. Het zijn onze kinderen die hier op school zitten en door ja, samen te bundelen, kunnen we toch iets moois maken voor onze kinderen. En dat is inderdaad belangrijk. We zeggen het ook allemaal, het is belangrijk. Maar dat hebben ze nodig. Dat hebben ze nodig voor die ontwikkeling. Op deze school hebben we dus leerlingen uit het speciaal onderwijs. We hebben op basisniveau en op juniorenniveau. En de kinderen vanuit het juniorenniveau, die krijgen dus praktijkgericht onderwijs. En dus alles is dus eigenlijk voor vandaag zo'n beetje uiteengezet. De First Lady heeft dus kennis gemaakt met de school, met het project. Want we willen meerdere projecten met de school doen. Maar en we moeten dus planmatig werken. De laatste renovatie was in 2006. Dus die begrepen waren een beetje achterstallig. Er moesten flink wat dingen aangepakt worden. En middels een projectindiening van een DR-lid, de heer Monilal, hebben we dus samen met het kabinet van de president nu een prachtige kindvriendelijke school, waarbij we als team hard er tegenaan gaan samen met onze kinderen.